Dames en heren, Lou Derksen uit Rutte, alias de Visserman. Goedenavond allemaal. Ik kwam een week geleden naar het noorden om daar een beetje te gaan ijsvissen. Ja, en ik denk de schaatsen mee, want die heb ik nu achter in de auto liggen. Want het zou gaan vriezen dat het kraakt, zeker tot 12 februari. Ja, en vanuit Limburg lijkt het dan net alsof de Elfstedentocht er al bijna is. Vandaar dat ik mijn schaatsen maar vast heb meegenomen. Dan kom ik daar bij die Ramspoorbrug aan. En wat zie ik daar? Het is bijna niet te geloven. Normaal wordt een brug aan de onderkant kapot gevaren door een boot. Maar bij de Ramspoorbrug ligt er een boot dwars bovenop die brug. Na wat oponthoud kom ik in Enns aan. Ik zet me daar aan de loswal neer. Ik maak een stukje ijs vrij. Laat een lijntje zakken. Komt er een man naast me staan. Zegt hij, bijten ze? Zeg nee hoor, kom maar gerust naast me staan. Blijkt dat een wedstrijdvisser te zijn. En die zegt tegen mij, als je hier in de polder wat wil vangen, dan zul je toch eerst naar Rutte moeten gaan. En daar moet je wat wormen kopen bij die grote wormenkweker daar. Die heeft goed spul, jongen. Daar heb ik ook een wedstrijd mee gewonnen. Oh, zeg je, vist die man dan ook? Nee hoor, met die wormen, jongen. Dus ik pak in en ik ga naar Rutte. Koop me wat wormen. Vraag ik aan die man, waar kan ik het best gaan vissen? Nou, zegt hij, ik denk in Krijl. Ja, want Krijl die trekt alles naar zich toe. Die hebben een sporthal, die hebben het Salicon, die hebben de Krijler Flora. Dus ik denk dat ze ook vis hebben. Dus ik naar de loswal in Krijl. Maak een stukje ijs vrij. Ik laat mijn lijn zakken. En inderdaad, na een paar minuten heb ik al 3 vissen gevangen. Komt er een meneer naast me staan en die vraagt, bijten ze? Ik zeg, nee hoor, kom er maar gerust bij staan. Blijkt dat Willy Schutte te zijn. En we hebben daar gezellig staan te kletsen. Hij vertelde 100 uit. Ja, ook over die brief aan de gemeente Urk, over die windmolens. Jullie weten wel waar dat over ging. Nou, en hij zei eerlijk tegen mij, ik meende wat ik daar schreef hoor, maar ik heb voor de lieve vrede maar mijn excuses aangeboden. Toen hij wegging, zei hij nog tegen mij van, zorg dat je op 4 februari terug bent in Krijl, want dan wordt de 12e Krijler Flora geopend. Ja, dat komt Wubbe Okkels doen. Het is waar, dacht ik. Zelfs een ruimtevaarder kunnen ze nog naar zich toe trekken. Ik op weg naar Espen. Ik zet me daar aan de loswal neer. Maak een stukje ijs vrij. Laat mijn lijntje zakken. Komt er een meneer naast me staan. Bijten ze, zegt hij. Ik zeg, nee hoor, kom maar gerust naast me staan. Is dat Twan van Meijer? Ik zeg, dat is nu fijn, Twan. Kunnen we eens even lekker platkallen. En Twan, hoe het gewerkt? Ik werkte dat ze met de futgees. Heb ze een schoone tiet gehad in de college? Oh, hel gewerkt, zei Twan. Ik heb veel kritiek gehad, maar weinig bereikt. Ach, hoogmeulers die vangen nu eenmaal vuil wind. En de beste stuurlui die staan ook altijd aan de wal. U heeft misschien niet alles kunnen verstaan van wat ik heb besproken met Twan. Maar dat geeft niet hoor. Twan zei wel vaker dingen die we beter niet hadden kunnen verstaan. Bij het afscheid nemen zei Twan nog tegen mij, als ik ga vissen, dan neem ik altijd mijn vrouw mee. Tja, zeg ik, iedereen heeft zo zijn eigen manier. Ik gebruik het liefst regenwormen. Veel heb ik in Espel niet gevangen.
Uit Espel trekt ook alles weg. Naar Emmeloord en naar Krijl. Dus ook de vissen. En wat krijgen ze er in Espel voor terug? Polen. Ik pak mijn boeltje op en ik strijk neer op de loswal in Tollebeek. Ik maak daar een stukje ijs vrij. Ik laat mijn lijn zakken. Komt er een meneer bij me staan en die zegt... Bijten ze? Ik zeg, nee hoor, kom er maar gerust bij staan. Staat Eeltje Doper naast me. Ik zeg, en Eeltje, nog wat spannends gebeurd hier in Tollebeek? Ja, zegt hij. Ik mocht plaatsnemen in de stoel. Ik kreeg een oorkonde als vrijwilliger van het jaar. Voor het vele vrijwilligerswerk wat ik deed. En vooral in de kerk. Ik zeg, Eeltje, klopt het? Dat de afstand tussen Tollebeek en Urk steeds kleiner wordt? Ja, dat klopt, zegt Eeltje. En dat komt omdat er heel veel Urkers in Tollebeek gaan wonen. En je weet het, hè? Urkers die trekken altijd naar elkaar toe. Ik vis verder in Nagelen. Ik zet me daar aan de loswal neer. Maak een stukje ijs vrij. Ik laat mijn lijntje zakken. Komt er een meneer naast me staan. Bijten ze, zegt hij. Ik zeg, nee hoor, kom maar gerust naast me staan. Is het Theo Blo die naast me staat? Ja, ik verveel me, zegt Theo. Ik kan het land niet op. Bij de voetbal is niks te doen. En op de ijsbaan kunnen we ook niks doen. Oh, ik zeg, dat is toch logisch? Op de ijsbaan hoef je ook alleen maar te wachten tot het keihard gaat vriezen. En dan hoef je dat ding maar open te gooien. Nou, dat had ik eventjes helemaal verkeerd. Voor degenen die Theo Blo niet kennen, dan zou ik zeggen, wees even stil. Dan kun je hem nog horen praten. Hij raakt namelijk niet uitgepraat over hoeveel werk het wel niet is om de grootste ijsbaan van de polder sneeuwvrij te maken en om die als eerste open te krijgen. Ja, zegt Theo, en ik moet ook overal opletten. Vorige week nog, zegt Theo, toen konden we net zo'n beetje op het ijs, komt daar een blondje aan met visspullen. En die zet haar stoeltje er neer en die begint daar een gat te hakken in dat ijs. En Theo die pakt gauw die microfoon en die zegt, hier zit geen vis. Het blondje dat schrikt en dat gaat 10 meter verder zitten. Begint daar weer te hakken. Theo pakt weer die microfoon en die zegt, hier zit geen vis. Ze staat op, kijkt dus om zich heen, kijkt ze omhoog. Bent u dat, God? Theo die pakt weer de microfoon en zegt, nee Doos, ik ben de omroeper van de ijsbaan Nagelen. Ik verkast me naar de loswal in Band. Ik maak een stukje ijs vrij, laat mijn lijntje zakken. Komt er een meneer naast me staan en die vraagt, bijten ze? Ik zeg, nee hoor, kom er maar gerust bij staan. Staat Joos Vos naast me. Mr. Band himself. En Joos die begint te vertellen. Hij vertelt hoeveel werk hij wel niet heeft om Band en de Band Saliek levend te houden. Joos zegt, vorig jaar heb ik geprobeerd om te ontsnappen. Ik ben toen van Band naar Beijing gereden. Maar ze hebben me weer teruggebracht. En alles begint weer van vooraf aan. We groeten elkaar en ik ga op weg naar Luttelgeest. Ik ga daar op de loswal zitten. Ik maak een stukje ijs vrij. Laat mijn lijntje zakken. En dan komt er een meneer naast me staan. En die vraagt, bijten ze? Ik zeg, nee hoor, kom maar gerust naast me staan. Staat daar Mr. Vondel himself naast me. Kees Henselman in eigen persoon. En Kees, nog veel nieuws in Luttelgeest? Jazeker, zegt Kees. Feest bij Vondel, 50-jarig bestaan. Ik zeg, wat is het belangrijkste dat Vondel doet, Kees? Nou, dat is de mensen aan het lachen maken. Nou, vertel dan maar eens een goede mop, vraag ik. Kees begint. Een klein meisje zat met haar moeder in de kerk toen ze misselijk begon te worden. Mama, zei ze, gaan we nu, ik moet overgeven. Nee, zegt moeder, ga de voordeur naar buiten, loop achter de kerk, daar heb je struiken en ga daar maar overgeven. Na 60 seconden is het meisje weer terug. En,
Heb je overgegeven, vraagt moeder. Ja, zegt ze. Maar hoe kun je dan zo snel terug zijn? Nou, ik hoefde de kerk niet uit, mam. Achter in de kerk bij de voordeur stond een doos waarop staat voor de zieken. Ik pak mijn boeltje op en ik ga op reis naar Margnesse. Kom ik daar bij de losval aan en zit daar al iemand. Ik ga bij hem staan en ik vraag, bijten ze? Nee, zegt hij, kom er maar gerust bij staan. Is dat een medewerker van Wevers? Hij heeft een bakje met wormen naast zich en een hamer. Ik zeg, wat ben jij aan het doen? Oh, vissen, zegt hij. Zeg maar, hoe doe je dat dan? Nou, voor een tientje zal ik het je vertellen. Nou, ik geef hem een tientje. En hij zegt, ik gooi een worm in het water. En als er gauw naar gehapt wordt, dan sla ik met die hamer. En, vangt dat nogal, vraag ik? Nou, vandaag toch al 8 tientjes. Ik eindig mijn tocht door de Noordoostpolder in Krachenburg. Emmeloord heb ik voor de zekerheid maar even overgeslagen, want ik was bang dat ik daar de droogpieren tegenkwam. En met droge pieren kun je niet vissen. Zet ik me daar bij de loswal neer in Krachenburg, maak een plekje ijs vrij, komt er een heer naast me staan. En die zegt, bijten ze? Ik zeg, nee hoor, kon er maar gerust bij staan. Staat daar Arno Matthijssen naast me. En hij zegt, jij bent gek. Wie gaat er nou met dit weer staan te vissen? Kom toch binnen in het hol van de leeuw. Daar is het warm, gezellig. En dan kun je misschien nog even in de ton gaan staan. We zijn nu toch bezig. Vandaar dat ik nou hier sta en ik doe nu mijn jas uit, want het is toch wel een beetje warm hier. En hier, jullie kennen allemaal Frans van Egmond junior. Die kwam ik vorige week ook tegen aan de waterkant. Ik ging bij hem zitten en ik wierp mijn hengel uit. Frans, die ving de ene vis na de andere. En ik ving niks. Ik zeg, Frans, hoe doe je dat nou? Wel, heel eenvoudig, zegt Frans. Als ik opsta, dan kijk ik eerst hoe mijn vriendin in bed ligt. Ligt ze op de linkerzij, dan gooi ik mijn hengel over de linkerkant uit. Ligt ze op de rechterzij, dan gooi ik mijn hengel over de rechterkant uit. Ja, vraag ik, en wat doe je dan als ze op rug ligt? Dan ga ik niet vissen.